Hoe wordt een wijk een plezierige plek voor dementerenden? Daarover gaat de foto-expositie Meedoen in Samenzijn in de Groningse wijk De Weijert. De organisatoren willen via deze tentoonstelling met name duidelijk maken op wat voor manieren je beter met dementerenden kunt omgaan. Dus dat de wijkbewoners... In ieder geval niet denken van laat maar gaan. Maar dat je dat een beetje observeert en dat je kijkt of diegene hulp nodig heeft. En als je denkt, nou, dat volgens mij kan ik dat wel even vragen. Dat je vraagt van, goh, kan ik u ergens mee helpen? En dan hoor je vanzelf wel of iemand zegt, ja, graag, want ik durf niet over te steken. Of ja, graag, want ik kan in de Albert Heijn, is het veranderd en ik kan niet meer de koffie vinden die ik altijd wil hebben. Dus dan zou je altijd iemand kunnen helpen. De expositie bestaat uit 7 foto's met daarnaast een verhaaltje. Naast hoe je beter met dementerenden kunt omgaan, gaan die verhaaltjes ook over wat er allemaal al in de wijk voor dementerenden wordt gedaan. De tentoonstelling vindt plaats in een park, het Hendrik de Vriesplantsoen. Er is bewust gekozen voor die plek, omdat die voor iedereen vrij toegankelijk is. Omdat wij denken dat er ook heel veel mensen niet naar het museum gaan. Dat weten we sowieso, weet je dat wel. De drempel is dan hoger en dit is heel drempelverlagend. Dus hier loopt iedereen even met zijn hondje of met het is een speeltuintje dat je met je kinderen naar de speeltuin gaat. En zul je hier eerder mee in aanraking komen. De bezoekers vinden het een mooie en nuttige expositie. Ik vind het echt mooie foto's. Ik denk dat het ook belangrijk is dat dementie meer onder de aandacht wordt gebracht in de wijk. Ik denk dat heel veel mensen die in hun omgeving te maken hebben met iemand met dementie, nog niet altijd weten waar ze terecht kunnen en welke mogelijkheden er zijn. En dan is het heel erg mooi als zo'n expositie daaraan bijdraagt, om daar iets meer informatie over te verschaffen. Op een van de foto's gaat het over een training die cashières van de Albert Heijn krijgen. Ze leren daarbij hoe ze dementerende klanten beter behulpzaam kunnen zijn. Een goed initiatief, vindt een van de bezoekers aan de tentoonstelling. Ik hoop dat niet alleen Albert Heijn dat gaat doen, maar ook andere winkeliers. Op een andere foto gaat het over het Odensehuis. Dat is een dagbesteding voor dementerenden aan de rand van de wijk. Op de foto is te zien dat wij inderdaad op de dinsdagochtend dat wij knutselen. De partners hebben dan op dat moment even vrij. Dus dat is altijd wel fijn, want dan hebben ze eventjes hun gedachten anders. We gaan ook wandelen tussen de middag, als het redelijk weer is. Dat is het niet altijd hier in Nederland, maar ook dag. Maar ja, er wordt van alles gedaan, ook gesport. De gemeente Groningen ondersteunt de fototentoonstelling van harte. We zijn extra blij met dit soort initiatieven zoals vandaag. Dit ging over dementie. Dus dat is ook een ziekte die steeds meer mensen treft. En daarbij is het belangrijk dat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. En dat kan ook met behulp van de wijk op het moment dat je elkaar wat voorthelpt. En in deze expositie zitten allemaal initiatieven waarbij de wijk elkaar helpt om goed te kunnen blijven wonen. En ook andere mensen om zich heen te helpen. De fotograaf van de fototentoonstelling vindt dat hij veel heeft opgestoken van zijn klus. Ik vond het wel inderdaad heel erg de moeite waard, omdat ik in aanraking kwam met, ja, nou, meestal Alzheimer, maar het ging op zich ook wel breder, hoor. Meer ook andere hersenziektes zoals Parkinson waren er ook bij betrokken. Dus het bezoekje aan de Slimotheek, met allemaal slimme uitvindingetjes, vond ik heel erg leerzaam om daar kennis van te nemen. De expositie over de dementvriendelijke wijk duurt nog tot en met 18 juli.